Naast mij zit Juba Zalen. Goedenavond. Goedenavond. Zaterdag bent u teruggekomen uit uh, Marokko. Daar werd u in maart door de politie opgepakt bij een anti-regeringsdemonstratie. Ten eerste, hoe gaat het met u? Het gaat beter. Ja, toch wel een dubbel gevoel, gevoel zeg maar. Je, ben, je bent vrij. Maar uh, in twee korte dagen heb je eigenlijk uh, een stel jongeren leren kennen. Eigenlijk. En uh, heb je al heel gauw een soort van band uh, met ze gekregen. En je. Ja, ik, uh, ja, die zitten nog uh, vast. Dus, uh, ja toch Dat blij. waren de jongeren die u heeft leren kennen in de ja, gevangenis. Ja, inderdaad, uh, in de cel. Ja, ik ben natuurlijk nu op vrij voeten. Mm -hmm. en, uh, ja, dus wat dat betreft uh, blij. Maar tegelijkertijd van uh, ja, helemaal niet uh, zo blij eigenlijk. Ook Omdat die anderen nog vastzitten. Ja. Uh, we gaan het even stapsgewijs doen, zodat iedereen begrijpt waar het over gaat. Ja. Uh, ten eerste even die arrestatie. Hoe ging dat? Ja, ik, ik was op doorreis in Marokko en er ontstond een solidariteitsdemonstratie in de stad Imsoeren met hetgeen dat eerder gebeurde in een naburige stad, Niboyesh, waar, waar de ME hardhandig ingreep op protesten, lokale protesten. Mm -hmm. Ja, goed. Uh, vervolgens ben ik heel hardhandig hard, hard opgepakt voor het maken van foto's van de demonstratie. Oké, okay, dus dit was een, een antiregeringsdemonstratie. U noemt het een ja, solidariteitsdemonstratie, maar het is een... Demonstratie tegen het beleid nu? Ja, inderdaad. In tegen het ingrijpen van militair ingrijpen ja. in een naburige stad. En waar inderdaad. moet ik aan denken? Hoe groot was die demonstratie? Ja, de, de solidariteitsdemonstratie is eigenlijk in de kiem uh, gesmoord eigenlijk. Ze hebben de demonstratie eigenlijk helemaal niet uh, door laten gaan. Uh, daardoor is eigenlijk een soort van uh, confrontatie ontstaan. Een soort van en hoeveel mensen waren daar op dat moment? Ja, uh... uh, goed. Uh, in de straathoek waar ik. Uh, uh, zelf was een honderdtal mensen. Mm -hmm. En uh, op uh, meerdere hoeken waren er ook uh, mensen. Want uh, ik ging eigenlijk uh, zo'n beetje rondlopen om een soort van idee te krijgen wat, uh, wat is hier aan de mm -hmm. hand. En die mensen ja. waren allemaal op weg om bij elkaar te komen? Ja, om ja te inderdaad. Want het, stond eigenlijk, uh, on, het ontstond als het ware in de stand. Maar het is eigenlijk te, teg, uh, tegengehouden door, door de ME toen de tijd. En ja, daarna is het eigenlijk tot een confrontatie toen de tijd. Uh, en hoe ging dat precies bij u? Want u staat erbij, zegt ja, u? En... Ja, ik uh, waarneem dat. En, en ik dacht van hey, ik maak hier uh, foto's van uh, dit is niet, uh, denk ik niet zo, uh, zoals het hoort. En uh, ja, al heel gauw ja, word ik in de kraag gegrepen. Uh, door de ME? Door de ME zelf. En mm -hmm. uh, vervolgens afgeleverd uh, uh, bij, uh, bij de politie. En, en... de politieauto. Mm -hmm. En toen naar de gevangenis gebracht? De ja, hemel, of... In eerste instantie ja, ja, zeer handhandig uh, ja, uh, behandeld in de politieauto. En dan, dan bedoelen we niet een politieauto zoals in Nederland, maar een uh, fijn politiebusje met een uh, fijne ruimte achterin waarbij, ja, waar ik dus eigenlijk daar even mishandeld uh, ben. Ja, denk daarbij aan de gestomp, klappen, gestamp op de voeten. Ja, ja, waarom de voeten? Dat is denk ik omdat het niet uh, zichtbaar is. En uh, even heel snel met... Uh, de rugtas over he, hoop halen om te kijken wat erin mm -hmm. zat ja, waarbij, daarbij vonden ze bijvoorbeeld een crème, tubbe crème voor mijn lippen en ja, maakte een van de agenten zelfs aanstalen van ja, van verkrachting en ja, door zijn riem uit te doen en ja, op de ja, vervolgens ja, word je afgeleverd bij het politiebureau ja, er was in eerste instantie een soort van vooronderzoek en uh, na ongeveer drie, uurs, uh, drie uurtjes uh, stond de ME eigenlijk uh, vervolgens het politiebureau uh, binnen waar ze flinke huis uh, houden. Ja, ze slaan dus u eigenlijk... bent op, opnieuw geslagen zegt u? Ja inderdaad nadat uh, we opgepakt zijn na uh, uren later. En uh, ja... Uh, ze pikte er wel een paar uit, want uiteindelijk had ze elf personen en daarbij ook twee minderjarigen opgepakt. Ze pikte wel een paar uit van die ze flink toetakelden. En daarbij was ik zeg maar één van. En uh, ik hoorde ze onderling ook zeggen van ja, wie is die fotograaf of die journalist of wie is degene die uit Nederland kwam. Mm -hmm. En dat betekende eigenlijk dan steeds weer een uh, paar raken klappen. Ja, er liep er één met een riem rond. En ja, de ene verkocht weer dan weer klappen met, een, met zijn eigen helm. Ja, daar, ze hielden daar eigenlijk flink huis mm -hmm, mm -hmm. in die eerste avond. U zei aan het begin, ik was op doorreis in Marokko... Ja. Um dat lijkt dan te zijn dat u daar als toerist bent. Maar ja. u bent ook een van de voormannen van de 20 februari-beweging ja, uh, hier in Nederland. Eerst even voor al onze luisteraars, waar staat die beweging precies voor? Ja, De uh, 20 februari-beweging in Marokko is genoemd na de eerste protestdag... waarin deze beweging startte, dat is 2011. Uh, na 2011 zijn er uh, zo goed als bijna wekelijks demonstraties gehouden... voor uh, meer democratisering in Marokko. Dus dat is het hoofddoel, zeg maar? Dat, dat... is het hoofddoel om het beleid inderdaad. in Marokko ja, te veranderen? Inderdaad. Ja. hervormingen door te voeren. Denkt u niet um, dat als u daar komt, en u, u staat in Nederland bekend als een van de voormannen van deze beweging, waar de regering in Marokko uiteraard uh, niet blij mee is, denkt u niet dat ze even gegoogeld hebben en dat ze hebben geweten dat u daar niet als argeloze toerist was, maar als activist? De protesten in de stad waar ik was uh, en de solidariteitsprotesten met de na het burgerstad die zijn uh, ja, begonnen ja, uh, enkele weken geleden begonnen. Mm -hmm. Ja, mijn ticket is al een paar, uh, paar maanden geleden ge, geboekt. Maar verder, wat de 20 februari-beweging uh, uh, doet, dat is niet iets wat tegen de, de wet is. De, 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 de eerste adviseur van de koning, André Azoulaye die heeft zelfs de beweging eens erkend. Uh, de, en de eisen van de, de beweging, die worden in me, me, meer of mindere mate uh, toegezegd eigenlijk. Dus in de, dat de, ze de Marokkaanse is. regering is, is eigenlijk blij met de beweging. Moet je dat zo zien? Ja, het is erkend. De eisen zijn legitiem eigenlijk. Ze worden als legitiem gezien. Ze worden niet altijd erna gekomen Of uh, uh, middelmatig, zeg maar. Maar het is niet een beweging. Maar van... als, ik, um, als ik het begrijp dan zijn protesten tegen de regering in Marokko worden niet op prijs gesteld door de regering. Vandaar ook dus dat mm -hmm. de ME uitdrukt en jullie hardhandig uh, aanpakt. Ik kan me dan niet voorstellen dat, um, mm. dat ze een, een activist van de 20 februari-beweging met open armen begroet en zeggen, kom, verspreid nee, uw idealen hier. U, uiteindelijk uh, ben ik opgepakt natuurlijk voor het maken van, uh, van foto's op dat moment. U denkt dus absoluut niet dat er een verband is tussen uw nee, activisme en... Nee, het staat natuurlijk niet op mijn voorhoofd uh, op dat moment van toen ik foto's maakte dat ik activist ben. Dus, en ik uh, ben op dat moment opgepakt uh, voor het maken van foto's. En dat is eigenlijk ook de enige aanklacht. En daar bent u ook wel, ik bedoel, in uw hoedanigheid... Als toerist, u bent ook gewoon een activist natuurlijk. Als ja, natuurlijk, u daar dat, bent. dat blijf je. Maar mm. uh, op, op dat moment was ik op doorreis en uh, ja goed, uh, ja, en als er zoiets gebeurt, dan denk je van hé, hey, ik ga hier natuurlijk ook over berichten. Ik bedoel, uh, je, je bent niet parttime activist en ook. Uh, en, uh, ja, en af en toe wil je ook op vakantie. Dus, uh, maar tegelijkertijd hou je oren en ogen open mm -hmm. voor wat er gebeurt. Bent u vrijgesproken, want u bent na twee dagen vrijgelaten. Ik ben op vrij voeten, maar ik ben niet vrijgesproken. Ik heb een maand uh, voorwaardelijke celstraf opgelegd gekregen. Mm -hmm. En 50 euro boete. Dat is omgerekend 50 euro. Ja, ik weet niet waarvoor dat is. Verder. Misschien proceskosten. Want ik heb me laten vertellen van dat het eigenlijk in principe ook niet uh, verboden is om te fotograferen op de openbare weg. Alleen strategische plekken mag je niet uh, mm -hmm. filmen, zoals kazernes, politiebureaus. En mag u zomaar weer terug ook naar Marokko? Ik mag, uh, ja, ik mag uh, terug. En durft ja. u dat ook? Ja goed, uh, het is... Uh, ik, uh, ik ga natuurlijk niet op uh, zeer korte termijn weer terug. Dat heeft alles te maken met dat ik een vaste baan heb en dat ik werk en dat ik niet iedere jaar. Dat is de jaar... dingen gewoon ja, ja, inderdaad. Reden. Maar u zou wel terug durven. Ja, zeker. Ik, uh, ik ga niet met de staat tussen de poten ervan vandoor. want ik uh, ja, het heeft me juist eigenlijk ook. Uh, het is natuurlijk heel zielig voor de familie en vrienden die eigenlijk uh, zijn heel erg zijn geschrokken ook. Uh, sommigen lazen het gewoon in de krant of uh, op, uh, mm -hmm. uh, op sites, maar uh, uiteindelijk van uh, heeft het mij persoonlijk gewoon kracht gegeven. En, uh, en ik zie het als van, uh, een verschieting van hun kruid eigenlijk ook, ook als het ware. Er was altijd eens van uh, het idee van, hey, uh, je wist altijd van hey, de, de, dit uh, Marokkaanse regime en Marokkaanse politieeenheden kunnen zijn tot bepaalde dingen in staat. Dus mm -hmm. er was altijd enige angst. En nu heeft u dat uh, ja, aan den uh, lijve ondervonden. Ja inderdaad zelf. en daarmee is er eigenlijk niet iets wat je nog kan beangstigen. Nee. Juba ja. Zalen, hartelijk dank dat u hier Aspeed. wilde zijn. Dank.